Yo mensen, welkom bij een gloednieuwe video. Ik ben Noah en wij staan hier natuurlijk lekker voor een hele grote server waar ik geen geluid op heb nu. Even kijken. Music en geluid. We gaan lekker Block Party spelen. We gaan lekker Block Party spelen of Pixel Party, hoe het heet. Ik zie jullie in de video. Dus tot zometeen als we in het potje zitten ook. Zo, en we gaan lekker beginnen. Ik ben benieuwd of wij dit potje gaan winnen of dat we gaan verliezen. En het is natuurlijk op Hypixel. En dat is wel heel jammer. Want de HIP bestaat niet meer. Even kijken hoor. En we hebben lekkere muziek erbij. Dus dat is ook wel heel relaxed. Dit blaar ook niet meer paars. Ik noem het meer paars. Jullie? Ik noem het meer paars. Oh, als iedereen zal falen. Is iedereen dood? We zitten in ronde 6 van de 25. En dat is aardig veel. Het zijn echt aardig veel rondjes. En het is gewoon leuk om te spelen. Ik vind het best wel leuk. Ik ben nu lekker bezig. Als jullie deze video zien, ik ben nog steeds op vakantie. Ik kom die week daarna pas weer terug op maandag. Dus ik dacht, ik neem deze video alvast op. En dit is oranje. Dus ik neem deze video lekker vast op nu. En ik hoop dat je het ook leuk vindt. Ik neem ook mijn webcam op. Dus dat wordt ook alweer gezellig. In ieder geval. Hoi! Dus deze video wordt dan wat later opgenomen. Of eerder opgenomen. En dan andere dingen. Mijn webcam wordt op een andere programma opgenomen. Dat wordt dan twee keer dubbel gedaan. En dat vind ik sowieso wat leuker om te zien. Ik heb vandaag lekker gewerkt. Ik moest ja, trillen met zo'n trilplaat. Dat is een stamperapparaat. Is een trilplaat die één zo'n hele lange staaf hebt. En die trilt zeg maar in plaats van een normale trilplaat, die trilt zo laag en die trilt zo een stuk de grond in. Dat is al heel erg veel meer wat er eigenlijk al in de grond gaat. Dus dat is sowieso eigenlijk een stukje chiller en een stukje meer. En ik vond het gewoon leuk om te doen, ik mocht het doen namelijk van ze. Dus ja, bijna ook. Als ik dat mag doen. Alleen het is kapot zwaar, dat ding. Het is echt heel zwaar dat ding. Dat ding is echt heel zwaar om te tillen. We moesten hem ook letterlijk met z'n tweeën op gaan tillen. Want anders kregen wij hem gewoon niet. Ik dacht dat ik even de mist in ging. Wist je dat? Ik dacht dat ik echt even de mist in ging. Maar gelukkig niet. Dit is welke kleur? Deze kleur. Oké. Jongens, ik zie jullie zometeen na het tweede potje. Want dit was echt heel naaiend. Tot zometeen. Zo, en we zijn in het tweede potje aangekomen. Het is een hele andere muziek. Het is gewoon een hele andere muziek en ook wel mooie muziek. Oké, maar ik vind dat ook gaaf dat je dat ook echt ziet bewegen. Dat is echt wel mooi gemaakt. Want in principe zijn er best veel blokken die moeten bewegen. Niemand eraf? Jammer. 15 spelers kunnen dit. Ga ik weer niet doen. Ik zou ook mijn parcours, daar heb ik niet heel veel. Heel veel interesse in. En er zijn al een paar spelers helaas dood. En dat is heel slim, want ik kan zo erop klikken en dan kan je zien welk blokje het is. Het lijkt op zo'n ring, op zo'n chocolade dingetje. Hoe heet het ook weer? Het zijn van die Engelse dropjes en dan heb je verschillende lagen erin. Zo leek het erop, vond ik. Maar dan anders, dan wat gedrukt. Oeh, net op tijd. Net op tijd.
weer twee mensen dood. Oké. Weet je jongens, we gaan nog één potje doen. En dat is dan het laatste potje. En dan vind ik het ook wel weer mooi voor deze video. Want ik ben helaas dood. Zo, we zijn er weer. En waar gaan we nu landen? Volgens mij altijd geel. Dat is eigenlijk volgens mij het standaard kleurtje altijd geel. En nu ga ik wel eens even die muziek uitdoen, want ik word helemaal gek van. Waarschijnlijk is altijd het standaard kleurtje gewoon geel. En dat is wel... Oké, dat is deze. Gelukkig. Dus volgens mij is altijd het standaard kleurtje geel. Dat ze uiteindelijk als eerste gaan starten met Hypixel. Dus in ieder geval het Hypixel logo, die H. En daarna met de rest. Maar er zijn nog best wat aardig mensen in dit spel. Hier vergist ik me in. In dat donkere of in dat lichte. Daar vergist ik me in. En dat is heel vervelend. Ik vind dit een beetje meer dat, ja... Weet ik niet voor kleur lijken. Ik weet niet wat ik dat echt vind lijken. Het is niet echt een kleur dat je zo zegt van... Oh, het is herkenbaar. Ik vind dit een beetje meer koffiekleur lijken. Doe me dat chocoladekleur. Dit is chocoladekleur, die andere is koffiekleur. Ja, vind ik wel. Dark grijs. Maar dit is niet grijs. Dit is absoluut niet grijs. Dit is volgens mij gewoon lichtbruin. Magenta. Dat was toch gewoon magenta? In ieder geval mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je dan weer bij je groeien. De ene keer win je wel, de andere keer win je niet. Ik hoop dat je het leuk vond. Laters.